Hallo en welkom bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. We gaan weer verder met Star Trek Voyager en kijken of we hier nu doorkomen nu het gas kapot is. Dus ik zal even herhalen wat de vorige keer is gebeurd voor mensen die het alweer vergeten zijn. We hebben het gas afgesloten en we kunnen er doorheen. Oké, dat was de samenvatting. Oké, we zitten op de Dreadnought en dat is niet goed. Dat is absoluut niet goed. Hij is dood. De dingen worden steeds minder erg, gelukkig. Dit Dreadnought-wapen is helemaal niks mis mee. Ik vraag me alleen nog waarom die gedropt heeft. Zelf hebben ze niet zo'n wapen. Raar. Horen jullie mijn computer? Ik hoop niet, anders blijf ik wel gewoon over hem praten, zodat jullie hem alsnog niet horen. Ja, we gaan even verder. Hier is niemand. Dat is mooi. Waarom schieten ze? Dat is een torpedo launcher. Oh nee, ze zijn mijn normale. Ik dacht van, hier komt iets enorm. Waarom ga ik voor me staan? Ik kijk zo slecht tegen, hè? Ga dan niet voor me staan. Oh, zij hebben ook iets verwoest. Ah, dood. Dat schoot toch? Oh nee, dat ding schoot. We must be getting close to the focusing chamber. Ja, misschien wel. Oké. Okay. Oh shit. Doei. Wat? Hoezo overleef je dat? Iets veel zwaarder dan dit heb ik niet. Zo. Nee, die. Oh. Ammunition. Nice, net nodig. Oh, daar. Ik wil zeggen, wat heb jij nou weer over? Anybody home? Ja. Iedereen zelfs. Jij ook dood. Komen jullie ook nog? You are in the plasma focusing chamber. Do you see the problem? I see it. It's definitely misaligned. How am I going to fix that? I think I see some computer consoles on the other side. Hier? Oh, daar. Ja, dit wordt interessant. Moeten we hier ergens aan komen? Oh god, dat ga je menen. Ik dacht, misschien komt in deze video niet zo'n puzzelachtig iets. Ik denk niet dat we hier doorheen kunnen springen. Waar zijn ze naartoe trouwens? Achter mij. Oké, jongens, we gaan even verder. Kijken of daar iets is. Nou, hier is een andere ingang. Ik wil gewoon verder lopen. Hier moet toch iets zijn? Ik ken deze game langer dan vandaag. The gravitic plating in this area mustn't be fully charged. Oh shit. Ik vind die best wel springen. Ik dacht dat het ding hangt toch veel te hoog. Oké. Okay. Moet ik daarin springen? Ja dus. Dan daarheen. En jij moet dood. En jij ook. Oh, hij is leeg. Dan gaan we voor... Shit, waar gaan we voor? Gaan we voor de... Nou, we gaan voor de grenade launcher. Oh nee, die kost veel te veel. Compression rifle dan. Pakken we meteen wat energie voor. Kunnen we weer verder. Elevate switch. Kom maar jongens. Niet eronder staan. Jezus mine. Nee, heb ik niet nodig. Oké. Okay. Kijk even wat ammunition was. Jongens. Oh, wacht. Ik moet er weer naar boven sturen, tuurlijk. Is dat niet vrij onhandig? Hoe doen ze dit normaal gesproken in dit schip? En nu? The door is locked, sir. Tuvok said he disabled all the security locks. Too bad Chell isn't here.
There's some micro fissures in the door structure. I think I can blow it. Hij zit toch blow? Take cover. Van boom. Good work, Austin. I wouldn't be much of a demolitionist if I couldn't blow up a door. Ik kan het niet, daar gaat het om, want ik heb de spullen niet voor. Oh shit. Oké, okay. Dit gaat echt verschrikkelijk met dit wapen. We gaan voor de grenade launcher. Alsjeblieft, jongens. Nice shooting, Monroe. Dank je. Oh, en hier kunnen we dan naar het stukje komen. Ik wil wel opstaan, alsjeblieft. Cool. Hey, dit vind ik leuk. Dit gaat wel langzaam. Wat als ze haast hebben in dit schip? Oh. Oh, er zit ook echt een feest van 3 granaat of zo. Oh, dat is een mijn. Dat was niet slim. Munition. Voorzichtig te werk gaan. Ik wil niet nu alsnog sterven. Pak het. Yeah. Kunnen we? Alsjeblieft. Oh shit. Die hebben we nodig. Die hebben we ook nodig. Oh, we zijn nu boven. Hey jongens, hier zijn de spullen. Ik kan hier niks. Oh. The plasma stream is realigned. Well done. Now, proceed to the firing chamber and load the charge. Gaan we doen. Ja. Entering new area, cool. Van jullie? Daar gaan we. Daar gaan we. Nogmaals. Oh, dit is weer zo'n schuine lift. Dat vind ik op zich wel cool. Leuk gedaan. Arai. Oh, dat luidde dit niet zo lang. Normaal gesproken knip ik het eruit, alleen hier hoeft dat niet. Ga ik nog iets nuttigs vertellen in deze video? Nee, want dit is Star Trek Voyager. Waarom zou ik iets nuttigs vertellen? I can see the harvester ship. It's almost a Voyager. They're helpless. Hurry, Alex. Ja, jongens. Dat klinkt misschien heel makkelijk. Jesus. Dat ging nog eens niet goed. Ik heb hier niet de goede wapens voor, jongens. Ik moet opschieten, snel. Oké, alt. Dit gaat nooit goed komen. Kom op, jongens. Gelukkig. Dit is een best goed wapen. Hebbes. Kunnen we weer bij dit ding schieten. Perfect. Komen jullie? Is hier weer zo schuin, hè? Oh, dit is wat recht omlaag. Oh shit, nu weet ik niet waar ze vandaan komen. Ik ga die kant op staan. Zet iedere kant op. En ik zit verkeerd, sowieso. Oh, perfect. We're not getting through here with those rods. Shit. Shit. Ja, het was een beetje... Beetje close. Zo. En nu? Hier naar boven? Oh, daar is hij. Waarom moet ik hem altijd indrukken? Nou ja. Zal wel reden voor zijn. Nee, voor ons. Shit. Shit, shit. Die dingen zijn zo kloot, hè? Hij doet me wel vrij weinig damage trouwens. Oh. Dank je. Dank je. Zo. Hmm. Wow, that thing's huge. Ja, inderdaad. Oh shit. Schiet ze, jongens. Laat de andere links liggen, die moeten dood. Oh shit, ik zit hier vast. Ah!
Kom als een gek klikken. Oh. Jezus, Mina. Ammunition. De enige dingen die ik echt goed vind. Is ook een liftkracht. Oké. Okay. Waarom moeten we hier omhoog? Want jullie staan voor die lift. Ja, ik heb geklikt. Dat zat in de vraag. Shit. Jezus, ga dan aan de kant, joh. Ik weet niet wie Jezus bent. Even voor duidelijkheid. Maar ik moet wel aan de kant. Elf. Kun je altijd gebruiken? Oeh. Die. Hey, that's the rod cooling chamber we just came. Uh-oh, more bots. Shoot. Shoot. Is het alles? Dat is wel cool trouwens. Oké, jongens, let's go. Nu weer goed geweer. Ga je springen? Juhu! En waar was het? Daar? Jezus! Ga niet voor me lopen, jongens. Ja, die is weg, hè. Oh, daar ook nog. Deze dingen zijn zo leeg. Ik kan nog een paar keer schieten, dan is hij leeg. Ik zal het even bewaren. Nee, niet die. Ook niet die. Die. Deze vind ik wel goed. Nee. Die. Kom je. We missen. Oh nee. Ik wou eigenlijk zeggen dat we hem misten, maar dat was niet zo. Dat was een leugen. Oh shit. Oh shit. Waarom heb ik die niet gezien? Als ik hem nou vanaf hier beschiet, dan kan hij gewoon geen reet doen. Goed gedaan, joh. Hopelijk gaat hij niet naar beneden. Dankje. Oh shit. Hebbes. Dank je voor de ammunition. Everyone okay? Ja, kunnen we? Oh shit. Terug, jongens. Ah. Oh. Ik ben blij dat die auto switcht naar een ander wapen als hij leeg is. Dat is wel fijn. Oh, hierheen. Ze zeggen veel te weinig, maar toch. Mr. Monroe, you are in the storage chamber. The energy rounds for the weapon should be there. Here's one. But how do we get it to the firing chamber? Ik hoop dat het goed was. But how do we get S to the fire chamber? Is dat hier? Ja. Oké, jongens. Jullie gaan tenminste wel snel aan de lift toe. Dat is een stuk beter dan de rest. Ik heb toch al gedrukt. Oh. Ik heb gewoon nog niet gedrukt. Ja, jullie, hè. En wat nu? Duwen. That was a close. Shit! Die zag ik niet aankomen. Ah! Verrassing! Ik wist zeker dat jij. Dat is niet echt een verrassing. Dat wist ik al namelijk. Ik ben ook zeker dat jij. Shit. Die dingen gaan ook echt open als die dingen worden verslagen, hè? Die schilden. Echt, dat is niet het beste verdedigingssysteem ooit. Oh, ze kunnen die dingen kapot schieten. Oh, laten we ze dan maar gewoon doorgaan. What is the delay? Why? I'm working on it, sir. Shit, 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 shit. Grenade launcher graag. Shit. Wat? Nee, ik had dit ding. Oh, maar hij is kapot. Of niet? Nu is het kapot. Weapon energy. Nee, ik heb wat health nodig. Oh shit. Oh nee.
Volgende keer dat ik gehit word, ben ik dood. Oh, ik heb dit wapen nog, joh. Oh. Nice. Hier lijkt er op niks. Daar! Ik wil even wat kogels om opvangen. Ensign, time is of the essence. I know. Ik ben bijna dood, weet je. Ik weet dat de missie belangrijker is dan mijn leven, maar als ik dood ben, dan stopt de missie. Shit. Dat gaan we nooit redden, weet je. Alsjeblieft, laat die dingen niet eens gaan. We are out of time, Ensign. Load the charge now, or Voyager may be lost. I'm loading it now. That would be highly advisable, Mr. Monroe. Lock and load, Commander. Acknowledged. I am initiating the firing sequence. Prepare to beam back to Voyager. Yes. Where's everyone else? We took some damage, had to beam you back separately. Tuvok needs you, come on. The Harvester ship was only disabled, but now they're trying to board us. That's one tough ship, but at least Voyager's still in one piece. Chang, Monroe, the Harvester's docking tendrils are attempting to breach the hull. Go to the equipment room and restock. Oh, nee. Shit. Jongens, ik heb niet zo heel veel HP meer. Okay. Waar was de equipment room? I'm fine. Here. Better stock up. If the harvesters are anywhere near as tough as their ship, you're going to need some heavy firepower. As you can see, we took some casualties. Do you require medical attention? Doctor. Later, Ensign. Can't you see I'm busy? Oh, je mag even. Just come back here. Oh, zal ik doen. Dat is handig. Oké, maar dat is genoeg voor deze episode. We hebben het schip gestopt van de Voyager uit elkaar trekken, maar er is nog wel een kleine kans dat die ons gaat overnemen. Maar dat zullen we volgende episode tegenhouden. Dus voor deze video, leuk, doe een groen duimpje. Reageer, abonneer omdat het kan, niet dat het moet. Deze video met iedereen die wel en niet kent. Zie je volgende keer terug bij een nieuwe video hier op Zonneschijn. In ieder geval, later.